Buiten is het fris, binnen is het lekker warm. We gaan vandaag zwemmen. We zijn bij de Tongenreep in Eindhoven. We gaan zelf onder leiding van Johan Kenkhuis 1,5 uur een zwemkliniek volgen. En vervolgens gaan we kijken naar de grote jongens, onder wie Pieter van der Hogeband, vanavond bij de finales. Dus ga je mee, dan gaan we kijken. Kom. Kun jij kort vertellen hoe vaak jij traint in de week? Ik train 5 keer in de week. Stel, je gaat zometeen, morgenochtend om 4:15 zwemmen. Kun je kort vertellen hoe jouw programma eruit ziet? Ja, van die ochtend, zeg maar, het zwemmen zelf en een uurtje na het zwemmen. Ja, meestal ga ik dan voor het zwemmen eet ik nog even 2 boterhammen. Dan bonus ik 4. Maar dan ga ik onder de hele training ga ik ook drinken. Dus, en dan op de helft dan kijk ik nog een keer. En als het aan het stijgen is, dan doe ik nog wat bij. Drink je dan energie of gewoon water? Ja, nee, gewoon met siroop. Ja, ja. En dus aan het eind kijk ik dan ook nog gelijk altijd. Ja. En meestal heb ik het idee dat ik onder de training ga stijgen. Want dan ga je verzuren, dan ga ik stijgen. En daarna dan ga ik zakken. Oké. Okay. En je koppelt hem af, neem ik aan. Ja. En hoe lang ben je dan, kun je maximaal zonder pompje? Ja, eigenlijk... 2 uur wel. Iedereen zit natuurlijk al met zijn spuit en zijn meter en de koolhydraten te tellen, want dan gaan we zo meteen natuurlijk zwemmen. Dus ik wil eigenlijk startschot geven. Alle waardes zijn gemeten. Jullie hebben een lijst gemaakt, heel goed. Nou, als ze het hadden al gezien, moeder van Pieter, dit is Johan. Hallo. Vriend van Pieter. Johan is net gestopt eigenlijk. Ja. Kan nog steeds hard zwemmen, gaat ook wat dingen voordoen. En ze gaan samen zo meteen de kliniek geven. We gaan eerst even lekker warm worden, schouders opwarmen. Many DJs. Ja, je zakt hier wel gewoon in een officieel wedstrijdbad. En heb je ook nog wat over diabetes geleerd? Of wist je dat allemaal? Ja, nou, dat ik met laag, als ik laag ben, met mijn bloedglucose, dat ik ook gewoon kan gaan zwemmen. Je hebt zwemles gekregen? Ja, nou, ik heb zwemles gekregen. Gekregen? Want ik heb nog even gereisd tegen Johan. En hij was alweer onder de douche toen ik me moest aantikken. Dus, was het leuk? Wat leuk, jongens. Ja, daar heb ik voor jullie nog allemaal een kaart met een handtekening van Pieter erop. Kijk. Zal ik die nu uitdelen of zal ik die aan jou geven wat je straks doet? Ja. Want dat wordt het misschien al. Nou, dat is een kaart dat Pieter de 100 vrij gewonnen in Athene. Dan zie je dat hij heel blij is. En aan de achterkant staat een handtekening die voor jullie erop gezet en wat hij allemaal gewonnen heeft. After all the way we see, I got my hands to the machine. You could just put on line. So I got some peace of mind. I'm
Hoi kids, ik hoop dat jullie een beetje een leuke dag hebben gehad. Helaas heb ik niet gewonnen, derde geworden. Ik beloof dat ik de volgende keer nog beter mijn best ga doen. Ik deed buitengewoon mijn best, maar dat ik de volgende keer zal winnen. Tot snel, doei!